Margriet de Schutter heeft deze week de prestigieuze Diamond Donneur gewonnen tijdens het grootste internationale sportfilmfestival in Milaan. Dat kreeg ze vanwege haar boek The Secret Balance of Champions, waarin ze meer dan 30 verhalen van topsporters optekende. Zelf deed ze ook mee op het hoogste niveau, short track, totdat lichamelijke tegenslagen haar doel, de Olympische Spelen, in de weg stonden. Nou, Margriet is nu hier en gefeliciteerd met je prijs. Ja, dankjewel. Met welke verwachtingen ging je daar naartoe? Eigenlijk? Ja, helemaal niet. Ik kwam daar gewoon naartoe als een van de oud-winnaars van mijn documentaire Diepgaan voor Vancouver in 2013. Dus zo was ik uitgenodigd om daar gewoon als gast te zijn. En die hele show was in het Italiaans, ook al was het een internationaal filmfestival. Serieus? Opeens hoorde ik The Secret Balance of Champions in het Engels. Ik dacht, hé, dat ken ik. En Margaret de Shooter in het een beetje... In het Margaret de Shooter. Ja, zoiets. Eigenlijk had jij er kunnen staan. En, zo kwam dat. En ik dacht, wow, wat gebeurt me nou? En wat was het criterium waardoor de jury uiteindelijk heeft gezegd, of waardoor ze hebben gezegd, nou ja, jouw film, dat is gewoon een prijswinnaar? Ja, uiteindelijk ons boek, want dat was eigenlijk de Secret Balance of Champions. En ik zie je denken, hey, een boek op een filmfestival, hoe kan dit? Ik heb het samengeschreven met Vincent Guttebasch en Gino Kerkhoffs. En ja, samen hadden we zoiets van, we willen de mentale en fysieke gezondheid in de topsport willen we onder de aandacht brengen. En juist die hele beweging en impact maken daarop. Het filmfestival is ook erkend door het IOC, het Internationaal Olympisch Comité. Ja. En zij willen ook heel erg de waarde uitdragen van de Olympische Spelen. En dit sloot heel mooi aan die Olympische waarden. Wat bijzonder is aan wat je gedaan hebt, is dat je 32 topsporters voor ver hebt gekregen om te praten over die mentale kwetsbaarheid eigenlijk. Hoe kregen die zo ver? Is dat jouw eigen sportverleden waardoor ze zich veilig voelden? Ja, ik denk het. En we wilden het ook niet als commercieel product in eerste instantie in de markt zetten. We wilden echt het verhaal van de sporters laten zien. En ook vanuit de medische achtergrond van Vincent en Gino. Vincent is Chief Medical Officer van FIFPRO, de internationale voetbalvakbond. En Gino Kerkhoffs is orthopedisch chirurg aan het Amsterdam UMC. En zij hebben vanuit hun achtergrond, vanuit onderzoek en medisch, zagen zij patronen in de mentale en fysieke gezondheid van sporters. Mm-hmm. En zij zagen er een hele mooie combi in met de praktijkverhalen. En zodoende vanuit ons alle netwerk en mijn ervaring ook vanuit de sport, hadden die sporters iets van, dit vinden we zo'n mooi onderwerp. We willen hier aandacht aan besteden. En ik denk ook dat, ik heb al die 32 interviews mogen doen. En één blik is dan toch voldoende om elkaar te begrijpen. Ook al was het onverwachts via Zoom, omdat het bekende C-woord voorbij kwam. Nou had je Chris Hoy, zesvoudig gouden medaillewinner op de Olympische Spelen. Hij benadrukt dat sport ook vooral leuk moet zijn, omdat je er anders aan onderdoor kunt gaan. Dat zegt hij zo. Have fun and not fixate on the gold medal. Have the gold medal as your target. Have that end goal as what drives you on. But if all you fixate on is that medal, when you achieve it, nothing will really have changed in your life. So many people I know have become the most successful in their sport, become the best in the world, and they're not happy. So I'd much rather be happy than have a gold medal and be miserable. Dat is wel een mooi inzicht. Ja, absoluut. Het is ook zo logisch, denk ik ook, als je, ik herken het ook bij mezelf, als je aan topsport doet, je hebt dat doel, er is voor je gevoel niks belangrijker dan dat. Maar in het echt is dat natuurlijk helemaal niet zo. En hij vertelde ook dat vanaf 2003, dat tot die tijd er eigenlijk helemaal geen ruimte was voor een sportpsycholoog. Het was zelfs een taboe. Mm-hmm. En er werd toen een mental coach aangesteld. Steve Peters is een hele bekende sportpsycholoog die ook de bestseller The Chimp Paradox heeft geschreven. En iedereen in zijn team had zoiets van, daar moeten we absoluut niet mee te maken hebben. Totdat een van zijn team heel succesvol werd. En Chris zoiets had, dit heb ik nodig om ook te kunnen presteren. En wat hij hem heel goed wist te vertellen, was dat hij zei van, Chris, you're not saving lives. Je bent gewoon tussen aanhalingstekens, sporter. Je bent rondjes aan het rijden op een houten baan. Ja. That's all. En zelfs tijdens de Olympische Spelen in Londen, toen had hij al inmiddels 4 Olympisch gouden medailles gewonnen in Beijing en in de eerdere Spelen. Hij was titelfavoriet in zijn thuisland. Hij werd zo zenuwachtig, zijn druk was zo hoog. En toen zei Steve Peters, you're not saving lives, you're only... Mooi.
Ja, je bent alleen op de baan aan het rijden. En geniet gewoon wat je doet. Welk inzicht heb jij meegenomen na die gesprekken met die 32 collega's van je? Ja, heel veel. Het was ook best wel confronterend. Ook om je gewoon... mooiste. Je beste, mooiste inzicht waar je nog steeds mee dealt. Waar je misschien nog steeds aan refereert sindsdien. Ja, het gaat om balans en het leven van je passie. Want wat ik zelf heel erg merk van... ik hoorde altijd waar een wil is een weg. Maar wat als die weg opeens anders wordt... of helemaal geen weg blijkt te zijn? En hoe kun je daar informatie uithalen? En ja, dat ombuigen naar een ultieme kans. Wauw. Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk eigenlijk... die filmprijs kun je winnen met een boek... kan je me ook winnen met een cabaretvoorstelling. Ik zou meteen Toby, auditie doen. Dat zullen we straks gaan zien. Dat is Toby Kooijman. En ook nog Margriete Schutter, oud Short Tracks. En een prachtige prijs, gewoon Diamond Donneur. We gaan het hebben over Braziliaanse muziek.